Het kabinet presenteerde gisteren de miljoenennota. De begroting voor volgend jaar en de gevolgen voor de regio Groningen werden duidelijk. Gedeputeerde Marc Calon vond het een braaf stuk en mist aansluiting met de wereldwijde crisis op de hypotheekmarkt. Ik heb het gezegd dat het een saaie en degelijke begroting is. En wat ik mis, en dat heb ik gisteren ook gezegd, is diepte-investeringen in onze maatschappij. Kijk, we hebben een geweldige opgave in zorg, in onderwijs, in mobiliteit, files. Je moet dus zorgen dat je meer in het spoor doet, meer in wegen. En een herstructureringsopgave in de oude wijken. En ik zie ook wel dat een overheid niet zomaar al het geld daarvoor kan op het kleed brengen. Want dan worden de belastingen te hoog. Dus ik zou liever zien dat de overheid nu ook een aanzet geeft van dit gaan wij de komende 10 jaar of de komende 25 jaar doen. Burgemeester Wallagen kijkt er heel anders tegenaan. Ik heb nog begrotingen meegemaakt waarbij de economie terugliep en dan het Rijk meteen aan alle remmen ging hangen en de economische achteruitgang versterkte. Dit kabinet heeft er kennelijk voor gekozen om, en als het om de koopkracht gaat, maar ook als het om de investeringen gaat, niet meteen op de rem te trappen. Daar hebben ze voor bedonder gekregen van allerlei partijen. Ik denk dat het voor de economie, en zeker voor onze regio, van groot belang is dat we niet in paniek nu plotseling alles op rood gaan zetten. Want dan help je de recessie groeien. Werkgevers missen een visie en menen dat het kabinet geen rekening houdt met de potentie van onze regio. Als daarmee ook een beetje de blik op de regio bijvoorbeeld volledig verdwijnt. Dus dat juist ook de regionale ontwikkeling wat uit beeld verdwijnt. En dat ook niet meer gekeken wordt naar wat direct om ons heen gebeurt. Zoals in Duitsland, als in de Baltische Staten. Daar zijn enorme ontwikkelingen plaats en daar kunnen we als regio ook heel goed op inspelen. Dus wij zouden pleiten voor een toch wat bredere blik. En dat je ook niet alleen kijkt naar knelpunten in de Randstad. Maar ook kijkt naar ontwikkelingskansen buiten de Randstad. Zoals zeker in Noord-Nederland aanwezig zijn. Burgemeester Wallagen is blij met de aanwijzingen van Groningen als energieknooppunt. Het is waar dat het idee van we hebben de regio heel hard nodig, ook voor de economische groei, niet zo duidelijk in de stukken staat. Maar als men 125 miljoen uittrekt om in 4 regio's van het land, als het ware onze sterke punten internationaal verder te versterken en ons aanwijst als energieknooppunt, wat dus ook geld voor de regio gaat opleveren, vind ik dat wel heel belangrijk. Ik heb liever dat men gericht zegt, we beschouwen Groningen als energieknooppunt, dan dat men over regio's iets zegt. Wij moeten het de komende jaren niet hebben van het feit dat we in het noorden liggen. Wij moeten het de komende jaren hebben in het feit dat wij als stad een sterke bijdrage leveren aan de economie. En dat wordt nu, vind ik, door het kabinet wel gehonoreerd.